Groningen en Emmen. Voor hun laatste wedstrijd van 2019. Het jaar waarin Emmen zich wist te handhaven in de Eredivisie. Wat een bijzonder knappe prestatie was. En waarin nu dan een uitgangspositie moet worden gecreëerd. Waarmee dat ook in 2020 gaat lukken. Zelfs al wordt er verloren, dan is die uitgangspositie natuurlijk prima. Maar bij winst komt Emmen op 1 punt van Groningen. En dan is er echt wel een aardige uitgangspositie om ook in 2020 het hele jaar Eredivisie voetbal te gaan spelen. Bij Groningen geen Itakura dus, die zit opnieuw op de bank. Geen Gudmundsson, die is er nog steeds niet bij. Dat betekent dat Elhan Koeri links buiten blijft. En Van Kaam speelt dus voor Lundqvist. U heeft de uitleg gehoord van Buijs waarschijnlijk. Te veel wedstrijden in de korte tijd, anders voor Lundqvist. En bij Emmen geen verrassingen, geen wijzigingen. U ziet de opstelling. Vandaag, zoals elk jaar, is de laatste wedstrijd van Groningen in eigen stadion. De In Memoriam wedstrijd. Waar de overleden Groningen supporters van het afgelopen jaar worden herdacht. En alle supporters die dierbaren hebben verloren het afgelopen jaar. Daarmee worden gestemd. Het moet inderdaad gebeuren voor het laatst in 2019 en Groningen wil naar dat linkerrijtje toe. En zoals gezegd, als Groningen vandaag verliest, komt Emmen dichterbij en moet Groningen echt meer naar onderen gaan kijken dan dat het naar boven kan. Dit is een hele belangrijke wedstrijd, zo aan het einde van het jaar. Makkely heeft alles in orde bevonden en dus is Groningen Emmen begonnen. Het eerste lange bal van Heijlen. Waar Lauwsen achteraan gaat. Die krijgt vandaag te maken met Warmerdam. Als je kijkt naar het aantal doelpunten dat deze basiself van Groningen heeft geproduceerd dit seizoen, dan weet je ook wel vrij snel waar het probleem zit. Deze 11 spelers zijn bij elkaar goed voor 11 doelpunten. Terwijl de competitie dus al halverwege is. Dat is een statistiek die alles zegt. Achterin staat het goed. Het is degelijk. Groningen krijgt niet veel tegendoelpunten. Maar scoort zo moeilijk. Een hele goede bal met links daar lekker weggelegd. Elhan Koeri. Eerste schot van Elhan Koeri. Chacon. Bal richting Lauwsen. Lauwsen komt daarbij. Krijgt hij een duw? Hij ligt daar. Makkely vindt het niks. Lauwsen protesteert niet al te veel. Het is echt een behoorlijk risico dat hij neemt. Sierhuis. Hakje is goed. Asoro laat hem aan. Elhan Koeri. Dat is een overtreding. En dat is ook een eerste kaart. Voor Heijlen. Onderbreken van een veelbelovende aanval. Als hij die overtreding niet maakt, ligt er heel veel ruimte voor Groningen achter. Dan zal het roestisch wel worden. Inderdaad, de linkspoot. En dat doet hij! Heel fraai, maar wel op de lat. Weer Roestic. Weer een uithaal. Die minder trefzeker. Mooie vrije trap. Van de gedeeld clubtopscorer van FC Groningen. Het zou zijn vierde van het seizoen pas zijn. Bijl. Matosiwa. Van Kaam. Eigenlijk de verkeerde kant op. En dat levert wel wat problemen op voor Groningen. De Leeuw heeft de bal. De Leeuw krijgt hem voor. En Chacon kan schieten. Stuit op Memisevic. Larsen kan niet uithalen. Hiarie. Benja. Dan nog maar het schot. En Pat heeft hem. Warmerdam. Legt hem goed terug. Sierhuis legt hem breed. Asoro. Ach, waar. Ja, die wachtte alsof er werkelijk niemand bij hem verder in de buurt zou kunnen staan. Neemt dus rustig zijn tijd om die bal naar zich toe te laten komen.
Ja, dan krijg je die tijd dus niet. Echt weer een goede aanval. Maar Asoro denkt, nou weet je wat, die bal komt wel perfect voor mijn voeten. En dan haal ik eens een keer uit. Asoro mist, Sierhuis verlengt. Rustić daardoor, die heeft hem voor zijn linker. Krult hem in de verre hoek, dat is het idee. Maar Telgekamp zit er nog net zijn hand aan. Het publiek leeft weer op. Balletje is handig hoor, van Asoro. Zeefuik kapt, Zeefuik. Ja, dan legt hem breed en dan is het er hangen. Nee! Warmerdam kegelt die bal naast. Zeefuik lijkt het te veel tijd te nemen, maar legt hem uiteindelijk gewoon perfect klaar voor collega Bek Warmerdam. En dan heeft Groningen eindelijk een echte hele grote kans. Goed uitgespeeld. Maar dan wordt hij niet afgemaakt. Rustić. Schot van Rustić, vrij makkelijk geblokt door Heijlen. Cola. Ik zou zeggen, moet zien die bal vast te houden. Dat lukt niet. Asoro. Voorzet naar Sierhuis en daar is hij dan. 1-0 Groningen, Kai Sierhuis. Eerste kans, tweede helft zit erin. Het is op basis van wat tot nu toe is getoond verdiend. Maar je ziet ook de ontlading bij Sierhuis. Wat was hij hier aan toe? Wat was Groningen hier aan toe? Eindelijk weer eens een doelpunt. Voor hem is het ook pas zijn vierde van het seizoen. Dit is niet zomaar een 1-0 tegen Emmen. Dit is een 1-0 waar Groningen, waar Sierhuis zo lang tegenaan zat te hikken. De voorzet is van Asoro, maar volgens mij wordt hij nog flink aangeraakt. Ja, komt hij mede daarom precies goed voor Sierhuis. En die tikt er dan wel goed in. Sierhuis heeft de doelpunt te pakken. Iarie, Peña net niet, De Leeuw wel. Chacon. Daar gaat Bel, notabene. Teruggekopt door Warmerdam. Dat goed verdedigd. Peña. Larsen. Controle is net niet genoeg. Het is ook geen makkelijke bal. Van Kaam draait goed weg. Het wordt dus inderdaad meer open. Zoals je ook al kan verwachten op het moment dat een van beide ploegen op voorsprong staat. Elhan Koeri. Eén schaar. Nog een schaar. Dan de actie naar binnen. Schieten. Schot in de korte hoek. Veendorp. Arias, wat een ruimte heeft hij daar opeens. Het schot van Arias is hard. Lausen, Bijl. Van Kaam naar Bijl, maar dat is meteen een goede paas. Arias. Chacon, schot van Chacon. Er komen wel wat meer doelpogingen in ieder geval van Emmen. Asoro. Asoro is snel. Asoro schiet naast. Elhan Koeri. Waar gaat hij heen? Nog een keer draaien. Ja, dat levert uiteindelijk ruimte op. En goed meegegeven aan Sierhuis ook. En de paas van Sierhuis op Asoro is goed. En Asoro maakt hem niet. Telgenkamp met de redding. Het is weer een goede aanval van Groningen. Dat na een wat mindere fase weer wat lekkerder aan het voetbal is. Elhan Koeri en Sierhuis maken deze kans mogelijk. Uitstekende paas natuurlijk van Kai Sierhuis. En Asoro krijgt hem niet over Telgenkamp heen. Rustić. Kopballetje van Sierhuis. Bal blijft binnen voor Asoro. Vrij trap voor Van Kaam.
Te Wierik en Mimicevic zijn mee. Daar is de kopbal en is het doelpunt. En het is weer Sierhuis. Speelt een uitstekende wedstrijd. En met zijn tweede is daar dan eindelijk de marge die Groningen wat meer lucht verschaft. Goed gekopt door de benen van Telgekamp. Dus ook niet briljant gekiept. Hij kopt hem naar de grond, vlak voor de keeper. Ja, het is ook niet heel makkelijk. Het ziet er ongelukkig uit voor de doelman. En is hij dan nu echt los? Laursen ook kan niet worden verlengd. Verdedigd door Mimicevic. Veendorp. Bal hard voorgegeven. Matosiwa raakt hem. Klaarleggen voor Peña. Die schiet de binnenkant voet. En nou moest dat een keer duiken. Van K. Neemt daar te veel risico. Neemt daar veel te veel risico. Ugrinić heeft de bal. Ugrinić met het hakje. De Leeuw met de kans. En De Leeuw scoort niet. Want Pat is paraat. Het gaat in het centrum naar Arias. Arias weer Pat. Pat de amper iets te doen gehad. Maar nu wel drie goede reddingen op rij. Maar ja, dat is vier. Op de inzet van Ugrinić. De keeper van Groningen. De meest constant in 2019. Benschop, Postema, overtreding Heijlen. Die heeft al geel, die heeft al geel. En die gaat er dus met rood vanaf. Weet het zelf ook. Een opzichtige overtreding. Dat Postema er dan dus nou, niet helemaal vandoor was geweest. Maar om te voorkomen dat hij er vandoor zou kunnen gaan. Groningen wint de laatste wedstrijd van 2019 met 2-0 van Emmen. Sierhuis, de man van de treffers. De treffers die zo moeilijk vallen bij Groningen. En daarom ook een enorme opluchting opleverde bij de spits.